positiever te gaan invullen. Naar gezonder te leven. Beter voor jezelf te zorgen. En ik hoor heel veel moeders altijd. Ja, ik heb echt gewoon geen tijd voor mezelf. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Kelly Caressa. Het YouTube kanaal waarin ik een kijkje geef in mijn leven als mama van 4 meisjes. Maar ook van alles deel over persoonlijke ontwikkeling, mindset, spiritualiteit, het leven vanuit de beste versie van jezelf. En onderwerpen waar ik zelf heel veel passie voor voel. En vandaag ga ik het met jullie hebben over iets waar je of enorme weerstand bij hebt of voelt, of echt helemaal fan van bent. Ik ben zelf die laatste categorie. En dat is het hebben van een ochtendroutine. Een morning routine. Sommigen krijg je daar gelijk de bippers van. En voel even bij jezelf waar dat dan in zit. Maar ik ga jullie vandaag vertellen waarom ik hier zo fan van ben. Hoe het bij mijzelf is ontstaan. En wat ik zelf precies doe. En waar het met mij heeft geholpen in een compleet andere versie van mezelf worden. Een versie van mezelf die goed voor zichzelf zorgt. Gezond leeft. Die met veel meer energie en positiviteit de dag ingaat. En een lievere, geduldigere en fijnere moeder ben. Doordat ik dit doe. Nou, ik begin even met een stukje geschiedenis. En dan ga ik vervolgens. Of ja, geschiedenis van hoe het bij mij is ontstaan. En dan ga ik vervolgens redenen geven waarom het dus zo waardevol kan zijn. En dan ga ik vervolgens mijn eigen ochtendroutine vertellen en laten zien. En allerlei tips delen die je zelf kan inzetten in je eigen ochtendroutine. Eerst even een stukje geschiedenis. Dan gaan we echt alweer, ik denk alweer 4 jaar terug in de tijd. Dus echt in de periode dat mijn derde kindje was ongeveer 1. En ik raakte in een burn-out. En daar heb ik op mijn YouTube kanaal vlogs en video's over gedeeld. Ik ben toen ook gaan podcasten. Toen kwam het boek The Miracle Morning van L. Helwat op mijn pad. En ik hoorde wel van succesvolle ondernemers en succesvolle mensen. Of mensen die heel erg bezig waren met persoonlijke ontwikkeling. Dat de ochtendroutine het ding is. En in principe ben ik ook wel een ochtendmens. Maar goed, om een heel routine in de ochtend te doen met sport en mediteren en journalen. Ja, dat kende ik nog niet. En dat zag ik nog niet per se zitten. Maar toch ging ik het boek lezen. Hij vertelt in dat boek dat hij heeft toen een heel ernstig ongeluk gehad. Waarbij hem is verteld dat hij niet meer zou kunnen lopen, niet meer zou kunnen bewegen enzovoort. En daar was hij het niet mee eens. En hij had zoiets van, ik ga mezelf bewijzen dat ik het wel kan ontwikkelen. Hij is toen aan de slag gegaan met het creëren van een ochtendroutine. Voor hem heeft dat een ommezwaai betekend. En uiteindelijk kon hij weer lopen. En nou, dat is eigenlijk heel kort samengevat. Zijn verhaal had hij weer. Heeft hij een heel succesvol bedrijf opgezet. En nou, van alles. Maar het inspireerde mij heel erg. En hij werkt volgens een bepaalde methode. En ik doe het niet op die manier. Maar ik zal hem wel even kort samenvatten. Hij zegt van, goh, als je nou een uur eerder per dag opstaat. Dan krijg je al die dingen gedaan waar je overdag nooit de tijd voor pakt of geen tijd voor denkt te hebben. Zoals sporten, lezen, journalen, schrijven bedoel ik dan, mediteren, al die dingen. En hij heeft dat dan opgesplitst dat je iedere activiteit bijvoorbeeld 10 minuutjes doet. Waardoor je in een uur tijd al die dingen hebt gedaan waar je normaal altijd de tijd niet voor pakt. Hij beschrijft het dan als de Life Savers. En de letters van Savers, S-A-V-E-R-S, staat dan voor de dingen. En toen viel mijn achtergronddecoratie om. En de letters van Savers staat dan voor bepaalde dingen die je kunt doen in de ochtend. Nou, de S staat voor scribing, dus schrijven. De A staat voor affirmaties. De R staat voor reading. De E staat voor exercise. Dan staat er weer een R voor. Ik zet het hier even in beeld, dus ik ben het even kwijt. Dat was een manier om te onthouden wat hij dan ging doen. En dat ging hij dus uitproberen en dat heeft hem heel erg van. Nou, ik was dat boek aan het lezen en ik denk, weet je, ik kan het tenminste een kans geven. Ik was namelijk best wel een ongeduldige moeder. Ik was gefrustreerd. Ik zat in die burn-out. Ik was eigenlijk gewoon moe en op. Ik had 3 kinderen in 4 jaar tijd gekregen. Ik had geen tijd voor mezelf. Ik sportte wel, maar eigenlijk op het moment dat helemaal niet handig uitkwam, vond ik me eigenlijk uitputte. Ja, best wel negatieve gedachten en ik was heel hard voor mezelf enzovoorts. Ik dacht, ik ga het gewoon een kans geven en dat ben ik toen gaan doen. En nu 4 jaar verder doe ik het nog steeds. Wel op mijn eigen manier en wel net hoe het uitkomt. Soms ook daar niet en soms wel. Maar ik voel gewoon wat nodig is. Maar mij heeft het alles veranderd omdat het ervoor zorgt dat ik elke dag met mezelf start. Of de dagen dat ik dat doe, met mezelf start, in rust start, een rustige dag kan beginnen. Focus op dankbaarheid, een stukje beweging, een stukje echt me-time hebben. Het helpt mij echt om de toon te zetten voor de rest van de dag. Nou, waarom zou je een ochtendroutine doen?
Hoe jij je dag start, vanaf het moment dat jij wakker wordt, zet eigenlijk de toon van je dag. Nou, je kunt natuurlijk opstaan, de wekker gaat, je bent al te laat, je bent aan het haasten, je rent, je vliegt en je doet snel je kleren aan en snel het ontbijt maken en je gaat gehaast en alles. Je bent eigenlijk al vol adrenaline en stress en cortisol en alles ben je gestart. Ik merk, als ik zo mijn dag ben gestart, ben ik de rest van de dag geïrriteerd, gefrustreerd. Heb ik het gevoel dat ik achterloop? Heb ik het gevoel dat ik al te laat ben? Heb ik het gevoel dat ik tijd tekort kom? Ben ik overprikkeld, overhaast? Terwijl als ik mijn dag heel rustig start, met tijd voor mezelf, met even bij mezelf inchecken, even bij mezelf invoelen. Hoe gaat het met mij? Wat heb ik nodig? Waar ben ik dankbaar voor? Wat zou vandaag voor mij een fijne dag maken? Helpt dat mij om de rest van de dag met die energie de dag door te komen. En ik hoor heel veel moeders altijd, ja, ik heb echt gewoon geen tijd voor mezelf en het is moeilijk en dit en dat. Maar het is eigenlijk een kwestie van eerder opstaan, zodat je die tijd voor jezelf kan pakken. Want die tijd heb je dan maar alvast in de pocket. Dan merk je dat de rest van de dag die behoefte aan echt me-time kleiner is dan wanneer je het niet doet in de ochtend. En je zult merken dat je meer opgeladen door de dag heen gaat. Ook geeft het je de kans om echt een rustige ochtend te hebben. Een slow morning. Een rustige, op je gemakje je klaarmaken. Op je gemakje koffietje drinken. Op je gemakje even een wandeling doen. Of even met de hond wandelen. Of even mediteren. Gewoon even alles wat rustiger aan. Omdat je gewoon meer tijd hebt natuurlijk. En als jij je dag al veel rustiger en relaxer en meer ontspannen begint, ben je de rest van de dag ook veel meer in die modus. Ook helpt het om mijn leven eigenlijk te romantiseren. Om meer dankbaarheid en positieve energie te krijgen. Die kaarsjes 's ochtends aanzetten vind ik echt een soort cadeautje voor mezelf. Op mijn gemakje die koffie drinken vind ik echt heerlijk. Of donker nog de hond uitlaten. Dan aan het journalen ben en weet dat ik alle tijd heb. En dan zit ik daar en denk ik echt, dit is zo fijn. Dit wil ik elke dag. En natuurlijk lukt het me niet elke dag. En ik merk een heel groot verschil, ik merk een degelijk verschil als ik het wel doe en niet doe. Maar het is echt een cadeautje voor mezelf om mijn leven meer te verrijken met positiviteit en met aandacht, bewuste aandacht, in het hier en nu kunnen zijn en zo mijn ochtend starten, waardoor ik de rest van de dag dat meeneem. Ook helpt het je om jezelf prioriteit te stellen voordat je andere prioriteit stelt. Heel simpele, je kunt niet schenken uit een lege fles. Je hebt eerst je fles te vullen voordat je anderen wat kunt geven. Dus op het moment dat jij 's ochtends start met jezelf, een uurtje of een half uurtje of desnoods maar een kwartier. En je zorgt dat je eerst even goed voor jezelf zorgt, tijd neemt voor jezelf, goed voor je lichaam zorgt, jezelf mooi maakt, echt even jouzelf prioriteit geeft. Dan heb je vervolgens veel meer aandacht, liefde, rust te geven aan je kinderen, aan je gezin, aan je werkgever, aan je collega's, aan wie dan ook. Als jij al overspannen, gestrest, overprikkeld, met een zenuwstelsel wat eigenlijk on fire is, vervolgens in je people-pleasing rol komt van iedereen tevreden houden, ja, dan zul je merken dat het je en geen voldoening geeft. Dat het je ook de anderen niet kan geven wat je eigenlijk wil geven. En dat je uiteindelijk zelf aan het langste eind trekt en daar het meeste last van hebt. En het zorgt ervoor dat je sowieso me-time pakt. Wat je misschien de rest van de dag wat lastiger pakt. Tuurlijk kan het ook op een ander moment. Ik krijg ook heel vaak de vraag, moet dat nou in de ochtend? Nee, je kan het ook zeggen van, nou weet je wat. Als de kinderen op school zijn en je hoeft nog niet te gaan werken bijvoorbeeld. Dan pak je dan een uurtje. Of doe het in de avond, diezelfde routine, als dat voor je werkt. Het is niet per se dat het in de ochtend hoeft. Ik vind wel het beste moment voor mij, omdat ik dan en de meeste energie heb. En omdat het voor mij echt de toon zet voor de rest van de dag. Maar werkt dat voor jou niet in de ochtend? Of moet je al om 6 uur werken? Of zijn jouw kinderen al om 6 uur echt volle bak wakker? Ja, pak het dan op een ander moment. Maar geef niet je kinderen of je partner of je werkgever of wie dan ook de schuld dat jij dat moment voor jezelf niet kan pakken. Jij bent de enige die dat moment kan pakken. Ik krijg ook veel vragen van, ja, hè, hoe doe je dat dan met kleine kinderen die vroeg wakker zijn? Nou, ik heb zelf 4 kleine kinderen. Van 10, bijna morgen wordt ze 8, 7, of 6 bedoel ik, en 1,5. En ik heb ze allemaal borstvoeding gegeven. En vanaf het moment dat ik mijn ochtendroutine deed, gaf ik ook Feline ook borstvoeding. En nu dus Rosa. En op de een of andere manier komt het altijd goed. Het is niet zo dat mijn kinderen mij om 6 uur 's ochtends al volle bak nodig hebben. Ik zal daar mijn routine delen. En vaak heb ik dan Rosa al gevoed. Die komt op de een of andere manier daarvoor al voor de voeding. En dat is het ideaalste, want dan leg ik haar daarna terug in bed. En dan blijft zij gewoon nog even lekker slapen. Die andere meiden van mij, die worden rond 6, 6:30 wakker. Gaan ze rustig naar beneden. Gaan ze even tv kijken of even spelen samen. Of even knutselen op de iPad, net wat ze willen. En daarmee hebben zij ook een momentje voor zichzelf
voordat mama klaar is om hun ontbijt te gaan geven en de rest van de dag te beginnen. Dus ik leer hun eigenlijk ook dat het heel prima is om rustig op te starten. Dat we niet al om 6 uur gewassen en gestreken aan de ontbijttafel hoeven te zitten, zeg maar. Dat je gewoon rustig kan opstarten. Mijn kinderen en mijn gezin weten het ook heel goed dat ik dat doe. Die weten ook gewoon als mama hier zit, dan laten we haar. En natuurlijk, ze kunnen wel eens een keer wat vragen, maar ze weten ook van oké, dit is even een momentje waarin we allemaal rustig opstarten. En we even elkaar nog even laten. Daarna ga ik mezelf klaarmaken en dan weten ze ook dat ik er volledig voor ze ben. Dus dat is hier gewoon een gewoonte geworden. Maar dat heeft tijd nodig, hè. Gewoontes heb je niet van vandaag of morgen aangeleerd. Maar als je er niet aan begint, dan zal het nooit een gewoonte worden. Ik kan het niet voor jou beoordelen. Misschien heb jij een partner die echt al om 6 uur weg moet. En ben jij de enige die er voor de kinderen is. En zijn ze gewend dat jij om 6 uur al een vol ornaat voor ze klaarstaat. En met ze bezig bent. Ja, dan is het wel moeilijk om het te veranderen. Maar dan kan je misschien een uurtje eerder opstaan. Of een andere oplossing bedenken. Of kijken of je, afhankelijk van de leeftijd, of je ze iets voor zichzelf kan gaan laten doen. Dat ze dan op dat moment even op de iPad mogen. Of even mogen knutselen. Of even de Lego, weet ik veel wat voor jullie werkt. Ik denk dat het heel mooi is om te laten zien dat jij dat moment voor jezelf als moeder pakt. Omdat je daardoor ook een fijnere moeder bent voor hun. En dat zij dat moment voor zichzelf op hun manier kunnen pakken. En natuurlijk, er zullen ook leeftijdscategorieën zijn met kinderen waarbij dat echt een stuk lastiger is. In dat geval, ja, is het misschien even kijken van, goh, misschien kan het dan een paar dagen per week als je partner thuis is, die dan kan helpen. Kijk of het op een ander moment van de dag kan, of dat je nog vroeg opstaat. Daar moet je even een weg in vinden. Maar ik denk niet dat het onmogelijk hoeft te zijn. En ik heb zelf 4 kleine kinderen en ja, ik kan me niet voorstellen, ik heb alle leeftijdscategorieën al wel gehad met ze, dat het niet zou lukken. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Dan mijn ochtendroutine en dat zijn gelijk leuke suggesties van wat je zelf zou kunnen doen. Ik sta ongeveer tussen 5 uur en 6 uur op. Soms lukt dat niet. Soms is het 6:30. Dan ben ik gewoon wat meer vermoeid. En dan doe ik een kortere versie ervan. En dat is ook oké. Soms kan ik dan wel eens denken, oh shit, ik had eerder willen opstaan. Maar life happens. Wat ik als eerst ga doen, ik doe mijn sportkleren aan. Ja, ook op de dagen dat ik niet sport. Maar dan heb ik gewoon lekker mijn yoga broek aan, mijn yoga pak. Gewoon lekker chill nog. En dan ga ik naar beneden en dan ga ik als eerst Nico uitlaten, onze hond. En dat is dan echt ook heerlijk om dan als een van de enige nog buiten te lopen. En echt even lekker de buitenlucht te proeven. En ik vind dat echt een heerlijk moment. Dat is het voordeel aan een hond. Heb je geen hond, kan je ook zelf gaan wandelen natuurlijk. Alleen, ja, dat doe je misschien minder makkelijk. Dan kom ik terug en dan ga ik lekker thee voor mezelf maken. Lekker grote mok thee. Ik ga koffie voor mezelf maken. En die ga ik echt even lekker op mijn gemakje opdrinken. Voordat ik met mijn routine verder ga. Vind ik echt heerlijk om lekker op de barkruk te zitten in de keuken. Met lekker mijn koffertje te drinken en wat water te drinken. En dan ga ik hier in deze ruimte. En dan doe ik 3 keer per week. Dus dat doe ik niet elke dag. Maar 3 keer per week ongeveer doe ik een korte workout. Van 20 minuutjes maar. Ik ben echt dol van de workouts van Pamela Rai. Die kun je gewoon gratis op YouTube volgen. Maar ik vind ook Pilates heel erg fijn. Er zijn ook verschillende workouts online gewoon voor te vinden. Kost je helemaal niks. En het enige wat je nodig hebt is je yogamatje. En ik doe echt maar 20 minuten. Vind ik echt lang zat. En ik focus me daar meestal bij op mijn benen, billen en mijn buik. En mijn romp en mijn core. Dus voorheen deed ik ook wel eens armen en alles. Maar nou, daar heb ik geen behoefte aan. Dus dat zijn eigenlijk de groepen die ik doe. Dus ik doe dan bijvoorbeeld 10 minuten buikspieren en core. En dan 10 minuten leg en booty. Maar dat doe ik dus ongeveer 3 keer per week. Dus dat is niet elke dag in mijn ochtendroutine zo. Als ik dat heb gedaan, dan ga ik lekker mijn kaarsjes aansteken. En mijn wierook. En mijn Palo Santo. En allemaal lekker, gewoon het helemaal een lekker sfeertje neerzetten. Zet ik vaak een Healing Frequency muziekje aan. Die vind je hier op YouTube ook echt onbeperkt. En kost je ook niks. Ik zet lekker mijn kaarsjes aan. En dan begin ik vaak met een soort ademhalingsoefening. Of een ademsessie. Die vind je hier op YouTube ook echt oneindig veel. En dan ga ik even mediteren. Dus echt even zijn in de stilte. Nadat ik mijn ademhaling even lekker rustig heb gekregen. Merk dat ik echt in mezelf ben. Verbonden met mezelf. Helemaal in kalmte. Dan ben ik even aan het mediteren. Even rustig met mezelf zijn. En met alles wat er is. En soms is dat ongemakkelijk. En soms komt er wel eens een keer verdriet boven. En soms komt er wel eens een andere emotie boven. Die ik misschien onbewust heb weggestopt. Die komt er dan wel weer uit. Dus het is een heel fijne manier om mezelf, zeg maar, te resetten voor de dag. En alles los te laten wat er mag zijn. En dan vind ik het fijn om een kaartje te trekken. Ik heb allerlei kaartendecks, maar ik ben natuurlijk ook erg fan van mijn eigen kaartendek. Die geeft me eigenlijk gewoon een boodschap voor de dag. Een soort positieve boodschap of affirmatie die ik die dag mee mag nemen. Iets wat ik op dat moment mag horen. Bizar soms hoe kloppend die boodschap dan is met wat ik mag horen. Dus soms heb ik dat ik bepaalde onzekerheid op iets heb zitten. En dan trek ik net dat kaartje wat mij daar doorheen helpt.
Of ik heb een bepaald ander gevoel of een twijfel of een bepaald gevoel waar ik ja, wat antwoorden op wil. En het kaartje geeft me dan vaak wat ik op dat moment mag horen. Dit zijn de Liever voor jezelf kaartjes. Die koop je in mijn webshop. Maar ik heb deze week een speciale bundelkorting met de journal. Daar ga ik daar wat over vertellen. Maar een kaartje trekken helpt mij dus echt om met de positieve energie mijn dag te starten. Ik zet mijn kaartje ook altijd gewoon neer. Ik weet niet of je het hier kan zien. Maar hier zie je hem nou niet, want mijn achtergronddecoratie is omgevallen. Maar ik zet hem dan neer in een houdertje. En de rest van de dag kijk ik er regelmatig naar. Het is ook leuk om je kaartje in de keuken te zetten of op de eettafel. Ook geeft gelijk ook een leuke gesprekstof voor de rest van het gezin. Van goh, wat staat er nou op en wat doet dit met mij? En wat mag ik hiervan leren? En hoe ga ik dit meenemen in de rest van mijn dag? Dus dat helpt me door hem neer te zetten. En dan ga ik journalen, schrijven. Nou, dat kan in elk notitieboek. Maar ik vind het ook heel fijn om dat te schrijven in mijn eigen journal die ik heb ontwikkeld. Die eigenlijk jou de mogelijkheid geeft om in ongeveer 5 minuutjes gewoon een hele fijne reflectie voor jezelf te pakken. Echt even bij jezelf in te checken. En om vragen te beantwoorden als, goh, hoe voel ik me nou eigenlijk? Hè? Welk cijfer geef ik mezelf? En waar hangt dat cijfer dan van af? Hè? Wat kan beter? Wat voelt al wel heel fijn? Welke affirmatie neem ik mee? Waar ben ik dankbaar voor? De energie van dankbaarheid is een hele hoge frequentie, is een hele positieve energie. En terwijl je aan het focussen bent op dat waar jij dankbaar en blij mee bent, kan je eigenlijk niet tegelijkertijd zitten balen en in tekort denken. Dus door eventjes jezelf heel bewust te trainen om naar die dankbaarheid toe te gaan, zorg je er eigenlijk voor dat je al in een positievere staat van zijn komt en de rest van de dag ook veel meer ziet waar je dankbaar voor mag zijn. Alsof je letterlijk die roze bril opzet van oké, wat is allemaal fijn in mijn leven? Ik heb 3 fantastische gezonde dochters. Ik heb een hartstikke lieve man. We hebben een hele lieve hond. Oh, ik vind het zo heerlijk om met Nico te lopen. Of ik ben zo blij met onze camper. Of ik ben zo blij dat ik het werk mag doen waar ik zo gelukkig van word. Of ik ben zo blij dat we vandaag dit en dit gaan eten. Vind ik zo lekker. Nou, noem het op. En wat zou mijn dag fijn maken? Wat heb ik vandaag nodig? Misschien ben je wat vermoeid die dag. Dat je denkt, oké, ik mag het een tandje trager doen vandaag. Misschien is het, goh, ik heb het vandaag nodig om die ene afspraak te verzetten. Omdat ik even wat tijd heb voor mezelf nodig heb. Of oh, ik heb het nodig vandaag om de bossen in te gaan. Even lekker uit te waaien. Of wat het dan ook mag zijn. En doordat je het opschrijft, neem je dat mee de rest van de dag. En wanneer je dit niet doet, dan merk ik zelf dat ik veel meer op de automatische piloot leef. En eigenlijk maar gewoon de dag laat bepalen hoe ik me voel. En de omstandigheden en dat wat er gebeurt, dat wat er is. Terwijl als ik eerst besluit van oké, waar ben ik dankbaar voor? Hoe wil ik me voelen? Waar wil ik me op focussen? Welke bril zet ik vandaag op? Merk ik dat ik vanuit die bril ook veel meer kansen op mijn pad zie komen. Veel meer zie waar ik dankbaar voor ben, waar ik blij mee ben. En veel meer vanuit die positieve staat van zijn de dag laat ontvangen. Dat als er dan een tegenslag of iets moeilijks komt, dat ik dat veel beter kan dragen. Omdat ik zelf al in een positievere energie ben. Dus mij helpt het om echt uit die automatische piloot te gaan. Van niet voelen en maar doorgaan. Om echt even in te checken van oké, wat heb ik nodig? Hoe voel ik me? Wat leeft er in mij? Waardoor ik echt al in die vertraging eigenlijk mijn dag verder inga. En veel bewuster door de dag heen ga. En niet zo gejaagd en geleefd wordt. Dus daar helpt journalen mij heel erg bij. En je kunt hier ook goede gewoontes in trekken. Dus bijvoorbeeld dat je 2 liter water wil drinken. Dat je vandaag 10.000 stappen wil halen. Dat je geen chocola of niet wil snoepen. Of welke goede gewoontes jij ook wil implementeren. En je kunt ze loskopen in mijn shop. Maar ik heb dus deze week vanaf vandaag tot en met 14 februari. Dat is ja, Valentijn. Een hele leuke actie voor jullie. Want dit is namelijk de zelfliefdebundel. Dit is de Casey Journal, de Casey Card Deck. Met een houder en een heel mooi kaartje. Dat wordt dan een heel mooi pakketje ingepakt. En komt dan via je brievenbus binnen. En die hebben we nu in een actie voor €50. Dus je hebt echt een enorme korting door hem in de bundelprijs te shoppen. Dan heb je ook gelijk een supermooie starter kit voor je eigen ochtendroutine. En nee, je hoeft dat niet per se de ochtend te doen. Je kunt dat ook op een ander moment van de dag doen. Ik heb heel veel moeders die, zodra de kindjes op school zijn, even een bakje koffie pakken en het journal gaan invullen. Of hem juist gebruiken voor het slapen gaan om intenties te zetten, om de dag erna mee te nemen. Dus je kunt dat ieder moment doen. De card deck is ook heel leuk voor het hele gezin. Om met de kindjes een kaartje te trekken. Ze zijn namelijk heel makkelijk te volgen. Het zijn geen tarotkaarten of ingewikkelde engelenkaarten. Wat hartstikke leuk is hoor. Maar deze is wat beter te volgen voor het hele gezin. En voor mensen die beginnen met kaartjes. Ofwel al ervaren zijn, maar gewoon down to earth makkelijke kaarten willen. Met hele mooie illustraties. En
Het is echt een cadeautje voor jezelf. Nou, als ik dat heb gedaan en ik heb echt even dat momentje gepakt, dan is het tijd dat ik mezelf ga klaarmaken. Ik pak mijn kleren voor de dag. Ik ga douchen. Ik gebruik mijn favoriete douchegel. Ik ga mijn gezicht verzorgen. Ik ga mijn make-up doen. Ik ga op mijn gemakje mijn haren doen. En echt even de tijd nemen om me klaar te maken. En dan voel ik me een heel ander mens. En dat is het moment dat ik er voor de kindjes ben. De kindjes ontbijt gaan maken. Of ze klaar gaan maken voor school. Dat ik even koffie drink terwijl hun aan het ontbijten zijn. En dat we ze daarna naar school gaan brengen. Dus het geeft voor mij gewoon echt een hele fijne basis voor de rest van mijn dag. En het heeft mij echt veranderd in een veel positiever, gelukkiger, blijer mens. En het heeft er echt voor gezorgd dat ik tijd pak om in te checken bij mezelf. Om te mediteren, maar ook het innerlijk werk te doen. Als ik aan het journalen ben, komen er altijd weer dingen boven waar ik nog aan mag werken. Dus het helpt er echt voor om veel bewuster door het leven te gaan. Dus dat eigenlijk. Ik ben heel benieuwd wat deze video met je doet. Of jij zelf ook al fan bent van de ochtendroutine of juist helemaal niet. Misschien geeft het heel veel weerstand dat je denkt, nee, laat me lekker in mijn nest liggen. Be my guest, doe dat vooral. Maar voor degenen die wel zoiets hebben van, nou, misschien is het tijd om mijn leven positiever te gaan invullen. Misschien meer makkelijke doelen halen, gezonder te leven, beter voor mezelf te zorgen. Dan kan het misschien een hele mooie manier zijn om dat te doen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal en dan zie ik je heel graag volgende week weer. En volgende week heb ik weer gewoon een vlog voor jullie. Dankjewel voor het kijken.